is lekker koud. We kunnen vandaag schaatsen. Daar zijn we heel blij mee. Je ziet het ook op de achtergrond. Dus aanbeland in Oude Horen. Er zijn heel veel verenigingen die hebben heel veel techniek geïnvesteerd om te kunnen schaatsen. Wij hebben dit jaar voor het eerst geprobeerd niet het water van tevoren erop te zetten, maar laagjes op te bouwen. Iets wat wij toch wel spannend vonden, maar dat is goed uitgepakt. Dus de inzet van de vrijwilligers, tientallen vrijwilligers, dag en nacht hier bezig zijn geweest, heeft geresulteerd in ijs. Dat is precies waar we het voor doen, dus wij zijn trots, meer dan trots. We zijn eigenlijk het hele jaar door bezig op deze baan. Maar de laatste dagen hebben we vooral zijn heel druk geweest met, precies met het waterniveau. Te veel water is ellende, te weinig water heb je ook geen ijs, want we moeten wel iets kunnen bevriezen. Wat wij de afgelopen dagen hebben gedaan, is in twee dagen tijd hebben we laagje voor laagje hier op de stenen aangebracht. Nou, dat is gaan vriezen en gaan ijs gaan worden. Daardoor doen de ijsers het nu als gaat. Je moet het zien, hè? Volle bak. En we gaan er helemaal voor dat dit schaatsseizoen, dat dit nog maar het puntje van de ijsberg is. Ja.